Vrijdag, dan begint hij. En voor de Nederlandse wielerliefhebbers is het waarschijnlijk de ronde waar het meest naar uitgekeken wordt. De Giro d'Italia, inmiddels een beetje van ons aan de start. Onder andere Bauke Mollema, Tom Dumoulin en onze eigen Steven Kruiswijk. Steven, goedemorgen. Goedemorgen. Vorig jaar was je ontzettend dicht bij de zege. Dit wordt poging nummer 2. Je gaat er weer voor. Ik ga er natuurlijk weer alles aan proberen om nu wel weer om die roze trui mee te nemen. Maar we gaan het zien. Het doel is om hem zo hoog mogelijk te eindigen. Maar het podium, dat is wel de ambitie. Ja, vorig jaar leefde heel Brabant natuurlijk met je mee. En toen was daar in één keer die verschrikkelijke sneeuwrand, hè? We zien de beelden nu ook. Ja, die heb ik wel eens gezien, ja. Ja, goed. Dat is gebeurd en dat was vorig jaar. En nieuwe ronde, nieuwe kans. Ja. En wat wordt de tactiek om zo lang mogelijk mee te rijden van de Lotto Jumbo ploeg? De tactiek is vrij simpel. Dat is zo min mogelijk tijd verliezen of het liefst de tijd winnen op de grote concurrenten natuurlijk. En, ja, wie zijn dat? Dat zijn Quintana en Nibali. Dat zijn wel de grote favorieten. Maar daarachter heb je natuurlijk nog een hele rits van renners die meedoen om het podium. Dus, maar het zal voornamelijk in de laatste weken daarop aankomen. En dus eigenlijk zo goed met zo'n best mogelijke uitgangssituatie aan de laatste week beginnen. Jij bent helemaal fit? Ik ben helemaal fit, ja. Voel je nou ook meer druk omdat het vorig jaar zo verschrikkelijk goed ging dat iedereen in één keer dacht, hey, die Steven Kruiswijk, die kan het wel eens gaan winnen. Dat je dus dit jaar op een hele andere manier aan de start staat? Niet zozeer druk van buitenaf, maar ja, wel druk ook van, of in ieder geval meer vertrouwen vanuit mezelf van dat ik vorig jaar heb gezien dat het inderdaad mogelijk is. En dat is een beetje het vertrouwen wat ik eigenlijk eraan over heb gehouden. Van ik heb vorig jaar in die positie gereden met de bekende afloop, maar ik zat er wel heel dichtbij. En dat geeft dan helemaal vertrouwen en misschien ook wel wat meer druk en verwachtingen van buitenaf, maar... Ja, dat hoort er dan eenmaal bij, maar dat voel ik niet als extra druk voor mezelf. De Giro afgelopen week volop in het nieuws rondom die afdalingsdiscussie. Jouw ploeg heeft afgesproken dat de renners, jij dus ook daar geen uitspraken over doen. Dat doen ze zelf wel. Daar houden we het dan voorlopig bij. En jij gaat je vooral sportief richten op die Giro. Echt jouw ronde eigenlijk inmiddels gewoon. Hè? Dit is jouw ding. Ik heb er al redelijk wat gereden. Ik denk, dit was misschien mijn zesde of zevende zelfs. Maar klopt, ja, ik vind het gewoon een hele mooie ronde. En het ligt mij ook altijd heel goed. De periode waarin die valt, een maand mei, ben ik altijd goed in conditie. En het koersverloop is voor mij ook vaak goed. En op die manier ben ik ook wel van de wedstrijd gaan houden. Dat is toch een beetje mijn ding geworden, denk ik. Steven, laat Brabant de komende weken een beetje roze kleuren als het aan ons ligt. Ja, ik ga mijn best doen. Goed, gaan we even in de gaten houden. Veel succes alvast. Dankjewel.